Goedenavond, dit is het nieuwsprogramma van 1 op maandag, met vanavond. Voedselbank Stad Zwolle officieel geopend, Roundtable de Knaalstreek trakteert kinderen uit Oekraïne en de voorleeswedstrijd in Veendam. Afgelopen vrijdag, rond iets voor zes, ging het mis op het Zuiderdiep in Drouwenermond. Vermoedelijk reed een bestuurder vanaf de Mondenweg richting Stadskanaal en wilde afdraaien, maar heeft waarschijnlijk de tegemoetkomende auto uit de richting Stadskanaal over het hoofd gezien, waardoor de auto's tegen elkaar aan zijn gebotst. Twee personen zijn in de ambulance onderzocht, maar voor geen van de betrokkenen was een vervoer naar het ziekenhuis nodig. De politie heeft geholpen het verkeer te regelen en de beide auto's zijn afgesleept. Het slachtoffer van een zwaar ongeval aan de Holte is overleden. Dat meldt politie Groningen op Twitter. De 30-jarige man raakte zondagavond tussen Onstwedde en Wedde van de weg en belandde in de naastgelegen sloot. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar helaas mocht het niet meer baten. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Op het beneden Oosterdiep in Veendam is aan het begin van zondagavond een auto tegen een boom gebotst. Er waren twee ambulances ter plaatse en er is één persoon naar het ziekenhuis vervoerd. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En ook vanmiddag was het weer raak. Een auto-ongeval op de N374 nabij Buinen en een auto in de sloot naast de weg terechtgekomen. Een persoon is in de ambulance onderzocht en voor alle zekerheid meegenomen. Het verkeer werd over één rijbaan geleid tijdens de afhandeling van het ongeval. De 5-jarige Duitse herder Luna en Monique Venema uit Wildervank hebben zich geplaatst voor de World Championship Universal Sieger. Het WK vindt plaats in Zwitserland. De selectiewedstrijden vonden plaats in Rotterdam bij de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herders. Om geselecteerd te kunnen worden moesten er minimaal 250 punten behaald worden op de onderdelen speuren, appel en manwerk. Honden die mee mogen doen aan het WK dienen niet alleen goed afgericht te zijn, maar ook gezond en goed gebouwd. Luna en Monique scoren bijzonder goed met op 2 van de 3 onderdelen de maximale score van 100 punten. Om deelname aan het WK af te dwingen werden Luna en Monique 5e en dat was voldoende voor een plek in het team dat Nederland gaat vertegenwoordigen. Het WK voor Duitse herders wordt van 13 juli tot en met 16 juli gehouden in Zwitserland. Wasland is onlangs uitgebreid met een nieuwe locatie in Stadskanaal. Op het bedrijventerrein aan de Tinnengieter zijn 8 nieuwe wasboxen geplaatst. En daarmee komt Wasland uit op 4 autowasvestigingen. In Drachten, Winschoten en 2 in Stadskanaal. Met deze nieuwe locatie hebben ze nu 8 onbemande doe-het-zelf wasboxen die 24/7 geopend zijn. Vooral in de avond zijn de wasboxen een plaatje vanwege de LED-show die Land erin heeft laten bouwen. Wanneer het donker is, lichten de wasboxen helemaal op en de kleuren van het logo van het bedrijf komen dan daarin terug. De ingebouwde LED-show zorgt voor een mooi effect. Vele tientallen kinderen uit de Oekraïne die momenteel vanwege de oorlog in hun land in Stadskanaal worden opgevangen, worden woensdagmiddag 19 april getrakteerd op een filmvoorstelling in Smoky. En daarna gaan ze met elkaar friet en ijs eten in Restaria Ministerplein. De kinderen zijn uitgenodigd door de leden van de Roundtable Kanaalstreek. Medewerking aan het uitje wordt verleend door Koos Abond van Smoky en Roy Schulte van Restarië Ministerplein. In Smoky wordt de prachtige Oekraïense animatiefilm Mavka vertoond. En deze film is speciaal geproduceerd voor Oekraïense kijkers. Zaterdag 3 juni 2023 wordt er in Nieuwbuinen een reunie georganiseerd voor alle oud-inwoners van Buinenveen en Nieuwbuinen. Deze reunie wordt georganiseerd in het kader van het 200 jaar Nieuwbuinen. In de feesttent aan het Zuiderdiep 593 is uitgebreid de gelegenheid om herinneringen op te halen en bij te praten met elkaar. Ook worden er oude films en foto's getoond. Aanmelden kan via de website 200 jaar Nieuwbuinen. En intussen zijn er al enkele honderden personen die zich hebben aangemeld. En de aanmeldingen komen uit het binnen- en zelfs uit het buitenland. Er was weer een bijzondere gast op bezoek in de Game Show. En hij gaf een workshop in de bibliotheek van Stadskanaal.
Koen Schobbers is de eerste professionele gamer met een topsportstatus, waardoor hij zijn geneeskunde master kon combineren met zijn gamingcarrière die hij startte in 2006. Weer een bijzondere gast die een workshop geeft in de bibliotheek van Stadskanaal, namelijk voormalig e-sporter Koen Schobbers. Hij is momenteel professioneel spreker en schrijver van het boek Mijn Gamende Kind. Hij vertelt over het ontstaan hiervan. Nu voornamelijk spreker en ondernemer, dus ik spreek wereldwijd, keynote speaker, over alles wat met de gamingindustrie te maken heeft, waaronder ook het onderwerp van vandaag, ouders gamende kinderen. En daarnaast ben ik oprichter en eigenaar van een bedrijf, Parents of Play, waarmee we ouders helpen om de relatie met hun gamende kind te herstellen, behouden of te versterken. En waarom vind je dit zo belangrijk? Nou, ik heb zelf ervaren hoe vervelend het kan zijn om als kind in ieder geval de relatie met je moeder te verliezen omtrent een onderwerp als gamen. Zij begreep mij niet, ik begreep haar niet. Veel discussie, ruzie, veel emotie ook in het huishouden. En ik denk dat iets is wat zeker naarmate de industrie is gaan groeien steeds vaker voorkomt. En nou, daarom willen we dus mensen in ieder geval helpen, informeren, activeren om iets met deze wereld te doen. Want het is toch de wereld van kinderen. Ze groeien op in een digitale omgeving. Het zal alleen maar toenemen, dus het is belangrijk om als ouders daarin wel mee te bewegen met de omgeving van het kind. Koen is van mening dat er veel kansen liggen in het gamen. Ook carrière-wise, want er zijn zoveel mogelijkheden in deze industrie. Zeker voor de jongeren die opgroeien, waar verschillende studies naar ontworpen worden. En minors en minors voor uiteindelijk universitaire opleidingen. Ja, er zijn heel veel kansen en ik denk dat de jeugd van tegenwoordig later in deze industrie absoluut gaat werken. Heb jij ook nog tips voor kinderen die een e-sporter willen worden? Ik denk het belangrijkste is dat je een game vindt die jij zelf heel leuk vindt om te spelen. En niet een game zoekt die heel veel geld of waar je heel veel geld in kan verdienen. Want online zie je wel eens prijzenpotten van oh, die game heeft een prijzenpot van 20 miljoen en die van 5 miljoen. Maar als dat een game is die je niet helemaal leuk vindt of die je helemaal ligt, dan ga je het daar nooit redden. Ik speelde een race game, Trackmania. Die prijzenpotten zijn een paar duizend euro bij het WK. Niet de vele miljoenen die je online ziet. Maar dat is wel de game waardoor ik nu ben gekomen waar ik ben. En dat is de game die me uiteindelijk in deze industrie heeft gebracht. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Zoek iets wat je leuk vindt om te spelen. Ga niet het geld achterna. Ook het gamecafé in de bibliotheek komt maandelijks terug. Owen vertelt waarom ze dit organiseren. Het doel van Gamecafé is eigenlijk eenzame jongeren die thuis zitten en zeg maar eenzaam gamen, gewoon op hun zolder, zo wordt het zeg maar beschreven, om die te helpen en die dan meer sociale contacten met elkaar te krijgen. Het is eigenlijk een plek waar je allemaal bijeenkomt. De volgende influencer die langskomt is Fems op 9 mei. De voedselbank Stad Zwolle is afgelopen vrijdag 14 april officieel geopend door wethouder Jur Mellies van de gemeente Stadskanaal en Ginny Lut van de gemeente Westerwolde. Zij onthulden gezamenlijk de naamborden die op de gevel van het onderkomen aan de Touwslagen 2 in Stadskanaal hangen. De locatie waar de pakketten worden samengesteld is goed toegankelijk en heeft genoeg ruimte om de pakketten samen te stellen. Desondanks wordt er in juni de naastgelegen loods toegevoegd voor de opslag van goederen. Beide wethouders lieten duidelijk merken trots te zijn op de nieuwe organisatie en op de grote groep vrijwilligers. In het Van Berenstein in Veendam streden 8 Groningse finalisten om de titel provinciale voorleeskampioen en een plaats in de landelijke finale van de nationale voorleeswedstrijd. In het Van Berenstein streden 8 Groningse finalisten om de titel provinciale voorleeskampioen en een plaats in de landelijke finale van de nationale voorleeswedstrijd. Provinciaal coördinator Jolanda Robbe vertelt hierover. We hebben 8 finalisten, leerlingen uit groep 7 of 8, die strijden om die titel. En de winnaar gaat door naar de landelijke finale die in mei wordt gehouden in Utrecht. Wij organiseren als bibliotheek natuurlijk heel veel programma's ter bevordering van het lezen, omdat lezen leuk is. En de nationale voorleeswedstrijd wordt al tientallen jaren georganiseerd. En is een hele mooie manier om niet alleen lezen is eigenlijk iets wat je zelf doet, maar om ook voor te lezen. Dus anderen mee te nemen in het verhaal wat jij eigenlijk fantastisch vindt. Dat is het leuke daaraan. En is lezen nog wel zo populair bij kinderen? Nou, we hebben dit jaar 171 basisscholen in de provincie Groningen gehad die mee hebben gedaan aan de nationale voorleeswedstrijd. Dus ik denk dat we volmondig kunnen zeggen, ja, het is nog steeds ontzettend populair. Waar zal de jury op gaan letten tijdens het voorlezen? Lees je rustig voor, neem je de jury echt mee in je verhaal. Wat ook belangrijk is natuurlijk, is dat je duidelijk bent. Dus je moet wel de woorden duidelijk uitspreken. Maar ook plezier hebben. En dat je echt aan het voorlezen bent. Want dat is natuurlijk belangrijk. Het is niet om voordragen, het is geen theater. Het is voorlezen, dus dat is ook wel een belangrijk iets waar de jury op zal gaan letten. Winnares Marie weet wel waarom ze provinciaal kampioen is geworden.
ik praat wel rustig en ik heb gewoon een fijne voorleesstem. En ga je nog goed oefenen voor de finale? Ja, heel goed. Denk je dat je die gaat winnen? Misschien wel, ik weet niet zo goed. Op 24 mei zullen alle provinciale kampioenen het tegen elkaar op gaan nemen in Utrecht. Van 17 tot en met 20 april is er een militaire oefening in delen van de provincies Drenthe en Friesland. Hieraan doet een eenheid van 30 militairen en 24 militaire voertuigen mee, waaronder 3 helikopters. De helikopterbemanningen worden getraind in het opsporen van doelen. Hierbij vliegen zij ook laag. En de militairen zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie en geen oefenmunitie. De eenheid maakt in principe alleen gebruik van openbaar terrein. En wanneer zij toch niet openbare locaties gebruiken, vragen zij hiervoor toestemming aan de eigenaar of aan de beheerder. Als de oefening ondanks voorzorgsmaatregelen tot schade leidt, dan kunt u dit melden aan het ministerie van Defensie. Schrijver en evangelist George Ferber is op 14 april op 83-jarige leeftijd overleden in Londen. Ferber was een zoon van een knolster emigrant en hij groeide op in New Jersey. Ferber bekeerde zich op 16-jarige leeftijd tot het christendom en tijdens een evangelisatiecampagne werden 200 klasgenoten christen. George Ferber heeft 13 boeken geschreven en nog meer artikelen gepubliceerd. Hij was heel herkenbaar door zijn outfit. Hij droeg namelijk vaak een windjack met een wereldkaart erop. En ook droeg hij dit tijdens het preken. Freddy Pranger Memorial. Het internationaal G-voetbaltoernooi van SJS is nu al volgeboekt. Er kunnen alleen nog teams op de wachtlijst. Er zijn 43 teams ingeschreven. Dat is niet alleen een record ten opzichte van andere jaren, maar nooit eerder werd dat aantal al in zo'n vroeg stadium bereikt. G-voetbal is voetbal voor spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het toernooi richt zich op seniorenclubteams met spelers vanaf 16 jaar en is het grootste in Nederland. Afgelopen weekend was het grote schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Borger-Odoorne, georganiseerd door de combicoaches. Heel veel teams van groepen 7 en 8 van veel basisscholen deden mee. Kindcentrum De Klister uit Nieuwbuinen heeft het toernooi gewonnen. Op de Facebookpagina van Kindcentrum De Klister schrijven ze dat er sportief is gespeeld en dat het een prachtige dag was. SJS boekte een cruciale zege tegen VV Veenhuizen in de strijd om handhaving in de derde klasse D. De knolsters wonnen met 2-1. Na een serie mindere resultaten telde alleen maar overwinning om weg te blijven uit de onderste regionen. Helaas moest dit wederom plaatsvinden op een hobbelige hoofdweg. Beide ploegen moesten er maar mee delen en uiteindelijk kwam SJS als winnaar uit. En dan het weer. Vandaag wisselden zon en wolken elkaar af. Het bleef op de meeste plaatsen wel droog. En kijken we dan naar de vooruitzichten. De eerste helft van de werkweek blijft een hoge drukgebied boven het noorden van Europa weer bepalend. En daarna zorgen storingen voor meer wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 14 graden. En kijken we naar het weekend, dan kan het kwik oplopen naar rond de 17 graden. Al blijft helaas de kans op een bui aanwezig. Straks om 19:30, dan kunt u hier kijken naar de raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal. In deze vergadering wordt er gedebatteerd over de locatie van de nieuwe basisscholen. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen. Dit was 1 op maandag voor deze week. Kijk voor meer nieuws op onze website www.rtv1.nl. Heeft u zelf nieuws, stuur dan een bericht naar redactie@rtv1.nl. Vrijdag zijn we er weer met 1 op vrijdag. En aanstaande maandag weer met 1 op maandag. Voor nu nog een hele fijne avond.